En het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag op een workshop gehouden over voedselveiligheid in Suriname. Het thema was Country Diagnostic on Food and Nutrition Security in Suriname. De workshop was in samenwerking met de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO en de Europese Unie die voor de financiering zorgde. FAO-vertegenwoordiger in ons land, Sherida Mormon, vertelt meer over de workshop die gehouden is in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Nou, zo'n workshop heeft als doel om meerdere stakeholders bij elkaar te krijgen, om een draagvlak te creëren over een beleid op het gebied van food security, eigenlijk voedselveiligheid en toegang tot voedsel en voedselzekerheid. Daarvoor is deze workshop waarbij we een analyse hebben gedaan over hoe staat Suriname ervoor, wat hebben we als beleid, welke investeringen zijn er reeds gedaan en hoe verder. Hoe ziet het beleid er nu uit? Nou, ik moet zeggen dat er scattered is. Scattered in de zin van, er zijn diverse ministeries die hebben te maken met voedselveiligheid of voedselzekerheid. Heel veel ministeries, RO, LVV, HI, allemaal hebben te maken met of veiligheid, of toegang tot voedsel, of maximum gebruik van voedsel, werkgelegenheid, etc. Dus dat is er. Hè? Wat er moet gebeuren in het beleid is veel meer bij elkaar komen. Van wie doet wat en laten we op elkaar afstemmen. Dat moet meer gebeuren. Mormon zegt verder dat Suriname zichzelf moet gaan verbinden aan doelen die gekoppeld zijn aan tijdschema's als het aankomt op voedselveiligheid. Ze zegt er bewust van te zijn dat het een uitdaging is om alle belanghebbenden te betrekken in het proces. Het is een ingewikkelde taak omdat iedereen zoveel doet. He? Dus er zijn meerdere afdelingen. Dus wat er moet gebeuren om die taak makkelijk te maken, is dat er een coordinating unit komt. Er moet ergens een high policy unit komen en die ervoor zorgt dat ze met iedereen in contact zijn. En ervoor zorgen dat werkelijk dat beleid op het gebied van food security, et cetera, wordt uitgevoerd. Dat was dus de vertegenwoordiger van de FAO in Suriname, Sherida Mormon. Vandaag hield het ministerie van LVV in samenwerking met de FAO een workshop over voedselveiligheid in Suriname.